Nou, wat je hier voornamelijk ziet terugkomen is mijn signatuur in de typografie. Dus ik heb echt een heel eigen handschrift. Een hele harde, directe kleuren tegenover elkaar. Het geeft zo'n kracht tegen elkaar, zo'n power. Daar word je instant blij van. Het thema met name genomen omdat duurzaamheid ook een van onze belangrijke aandachtspunten is. We gaan ook over naar elektrificering van het bustransport. Dit thema met bus en duurzaamheid hebben we met name nu bekrachtigd om te laten zien aan de passagiers waar we bezig zijn. Maar niet vergeten, het is ook zeker bedoeld om de gasten te blijven verrassen. Hoe zijn de reacties van de passagiers? Erg enthousiast. Je ziet mensen echt verrast kijken van, oh, wat is dit nou? Maar je merkt dat mensen even willen blijven kijken. Er worden veel foto's ook in de bus gemaakt van de objecten die erin staan. En wat ik heel verrassend vind van de bus is de dennengeur die je ruikt als je eenmaal in de bus bent. Dus van, heb je opeens het gevoel dat je in een bos bent. En als je om je heen kijkt, het wilde leven wat in de bus zit, dat verrast gewoon en dat maakt het heel geslaagd. Het was echt de bedoeling om de natuur naar binnen te halen. Daarom hebben we ook gewoon foto's gebruikt van echt hout, echte bomen, echte lucht. En we hebben wel delen van de buitenkant in het klein terug laten komen in het ontwerp om het weer een beetje aan elkaar te maken. Het is zo goed gelukt. Hij straalt echt. Als er een beetje zon op komt, dan is het in één keer, boem, een bombardement aan kleur. Is er een speciaal iets wat je de passagiers hoopt mee te geven? Ja, er staat achterop heel groot, we don't boo the planet. En dat is heel belangrijk, weet je. Ik bedoel, denk even na voordat je iets op de grond gooit.